Hey dan, welkom bij Hakken vanavond. Ik ben terechtgekomen in Arnhem, in de Luxor. Jullie hebben hier ooit al eens een keer eerder beelden van gezien en ik weet gewoon, het is hier te gek. Ik heb meteen de sfeer hier geproefd en het was gewoon... Wat heb ik vanavond allemaal voor jullie? Ik heb DJ Weirdo. Hij doet voor ons een DJ-setje en daarna gaan we hem natuurlijk interviewen. En wat wij ook gaan doen is, we gaan even... Onze oude favoriete gabbekruk tevoorschijn halen. En daar kunnen jullie weer kwijt wat jullie willen. Dus be there. Here we go. Kom op! DJ Weirdo en het is tijd voor een Weirdo Adventure, maar dan op tv, part 1. Weirdo, hoe gaat ie? Ja goed, ik wil even zeggen, wist je dat ik me niet geschoren had ofzo vandaag met dat ding? Want het lijkt een beetje op GDC of zo, geloof ik. Hè? Lijkt het op, hè? Hey, wat de show vanavond, man. Ja, lekker hè. Ging je toppie, leuk publiek, te gek man. Wauw, zus, echt wel. Deze is de gekste gewoon van de hele scene. Dit is de gekste. Moet jullie niet geloven hoor. Moet jullie geloven. Heb ik jullie alles verteld van Weirdo's Mixfiles? Komt nog, andere keer, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Hoe ben je begonnen? Hoe ben ik begonnen?
Ja, ergens, je weet toch, ik kom eigenlijk helemaal niet van deze planeet. Ik ben geboren ergens 1862 voor Christus, ja, op Neptunus. En ja, zo is het leven gestart. Overgevlogen naar Venus, doorgevlogen met een privéjet naar de aarde. En toen ben ik neergezet, zomaar in één keer, bang. En wanneer heb jij je paranormale gevoelens voor het eerst gebruikt? Of je paranormale krachten, moet ik zeggen? Nou, toen ik in aanraking kwam met de Omen, ja, toen dacht ik bij mezelf, hey, Jantje Beton is ook niet van gisteren. Dus uiteindelijk dacht ik bij mezelf, van ja, ik moet maar eens plaatjes gaan draaien. En zo kwam het. En zo gebeurde het. En je bent al heel lang bezig nu. Ik er. Nou, als je uitrekent 1862 voor Christus, ja, dan kun je wel nagaan hoe lang het geleden is. DJ Hakkesmurf, ben je met mij eens? Want je hebt altijd zo'n grijns en een smile op je mond als je draait. Is het zo? Dat vind ik wel. Oké, als jij het zegt, dan zei het zo. En wat ik nou interessant vind voor jou te weten is, wat is nou de vreedste party waar je gewoon ooit gedraaid hebt? De vreedste party waar ik ooit gedraaid heb? Daar ben je zelf bij geweest, denk ik. Dat was in Berlijn, voor die 600.000 mensen. Ik bedoel, vrede kon het niet. En ik heb ook wel eens gehoord van, als je ooit op Mayday draait, dan een stapje. Dat zijn geruchten. Ik zou net zeggen, dat kan je toch niet meen, hè? Geruchten bevestig ik nooit. Gelukkig maar. En hoe zit het? Hoe kom jij je naam? Hoe kan mijn naam komen? Ja, ik weet, je moet luisteren. Je hebt allemaal van die Chinese sterrenbeelden. Volgens mij zijn het er 600.384. Het kunnen er ook 600.884 zijn, maar dat weet ik niet. Huh? Eén van die sterrenbeelden is Weirdo. Je weet, ik ben overgevlogen, via de cirkel gekomen. Je weet, het is gewoon echt een moeilijke zaak. En ineens zomaar word je zo, krijg je zo'n stempel op je hoofd. Ja, en dan ben je het gewoon. Daar doe je niks aan. Daar doe je helemaal niks aan. Ik kan er gewoon niks aan doen. Na je dat-tapes wat je toegestuurd wordt, je raakt ze aan en je weet in één keer, ja, dit is het. En dan blijken het altijd hits te worden van de mensen die ze naar je toesturen. Klopt dat? Nou ja, kijk, ik zeg ook maar weer, dit zijn geruchten natuurlijk. Ja, geruchten kan ik niet bevestigen. En is er nog wel iets wat je wel kan bevestigen? Ja, zeker. Je hebt geen fetus in je schoenen. Ja, echt waar, dat kan ik bevestigen. Ik kijk naar beneden en... Hey, je hebt geen feiten in je schoenen. Het zal wel zo zijn, ik weet het niet. Het is hem gelukt voor degene die de videoband hebben gezien van Antwerpen. Hij heeft gezegd hij zou me zonder tekst krijgen. En het is hem gelukt, hij heeft me zonder tekst gekregen, gewoon. En als we naar uit de strijd komt, wederom voor part 2 DJ Weirdo. Oh my god! De gabber krakos. Ik ben Elske. Ik ben Floortje. Ja. Zeg maar niet, ik kan hoor. Ja, kontje van de week. Ja, ik ben heel even de presentatrice van TMF. Ja, wat moet ik zeggen? Oké, dit is... En voor de rest weet ik eigenlijk niks. Scheiterd. Ja, staat hij aan of niet? Oh joh. Bye. Come on, yeah!
You got TP for my bunghole. See you next week on TMF Hakan und Sagen. Sagen! Okay! Hakan! Toet, toet, boing, boing, hakken en zagen. Zagen en hakken, hopla eruit. En nou zie je toppie, geen harme kopie. Hakken en zagen, wat een geluid. Boing boing hakken en zagen, zagen en hakken, hup naar het bal. Kijk ze is hard gaan, strak als een aal staan, die mag van mijn loonies hier in de hal. Toet toet boing boing hakken en zagen, zagen en hakken, hoor je die bass? Ik voel me wappie, bij ieder klappie, dat is lekker vreed man, ben jij al geweest? Je wordt nu ook door het niet gammel publiek herkend. Want ik had natuurlijk al herkenning vanwege TMF Hakken. Bij de gabbers. Dus de 100% die-hard gabber. Maar nu ook het niet-gabber publiek gaat mij herkennen. En dan is het soms wel eens eng. Maar aan de andere kant over het algemeen leuke reacties. En ja, vind ik het wel leuk eigenlijk. Ga je net als alle andere happy hardcore gabbers ook op tournee door het land? Absoluut niet. Dat wil ik niet. Het is, die single is een grapje geweest. Heeft leuke gevolgen gehad, ook wat minder leuke gevolgen. Maar ik ben een die-hard gabber, ik hou van hardcore. Ik ga absoluut niet ergens in vlagwedden toen Boymong lopen roepen. Want dat wil ik gewoon niet. Ja, dan kan ik wel zeggen, ja, het geld is interessant, tuurlijk. Maar ik doe het niet, want ik heb ook principes. En ik ben vrij principieel en ik ben een die-hard. Ik hou van hardcore en het plaatje is een grapje. En ja, leuk. Tering, zo kort. Hey man, ik moet wel met licht thuiskomen, anders herkent mijn moeder me niet in het donker. Zwabber. Toet, toet, boing, boing. 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 Hakken en zagen, zagen en hakken. Hopla eruit. En nou zie je toppie, geen haar op mijn koppie. Hakken en zagen, wat een geluid. Hakken en zagen, zagen en hakken, hup naar het bal. Kijk, ze is hard gaan, strak is een aal staan. Die man van mijn loonies, hier in de hal. Shit, hebben ze weer die waterkranen dichtgedraaid? Die ring moet ik weer uit de sloot zuigen. Wat helemaal gek hier al. Hey, hou me even tegen het licht aan. Kan je zien of mijn hart nog klopt? Hakken en zagen, zagen en hakken, hoor je die bees? Ik voel me wappie, bij je de klappie, dat is lekker vreed man, ben jij al geweest? Toet, toet, boing, boing. Toet, toet, boing, boing. Toet, toet, boing, boing. Toet, toet, boing, boing. Wat nou toet, toet? Toet, toet, boing, boing. Wat nou boing, boing? Toet, toet, boing, boing. Ik ga hard man. Toet, toet, boing, boing. Wauw, wat een vette party. Toet, toet. Clap your hands for Noiser and DJ Access! Right! Straight from the underground! Thunderdome! We'll be right back.
gabbers, maar ook echte gabbers, handen in de lucht! Want je weet het! Ik heb voor jullie één nummer! En dat gaat zo, Nederlands talen! Echte gabbers, die willen alleen maar hakken! Happy hardcore is voor alle zwakken! Sukkels die je bij willen horen, maar ik zal ze stuk voor stuk kopsporen! Echte gabbers, die willen alleen maar hakken! Happy hardcore is voor alle zwakken! Sukkels die je bij willen horen, maar ik zal ze stuk voor stuk kopsporen! Echte gabbers, die willen alleen maar hakken! Happy hardcore is voor alle zwakken! Sukkels die je bij willen horen, maar ik zal ze stuk voor stuk kopsporen! Yeah! Are you in the house? Damn right, we're in the house! Noiser. Oh yeah! Dominator in all time! The real hardcore! Oké, hier geheimagent 909, oftewel MC Drox. Dat maakt niet uit, maar ik ben op zoek naar DJ Access. En waarschijnlijk zit hij achter deze deur. Geen toegang, daar hebben wij absoluut geen boodschap aan voor hakken. Dus, follow me. No more happy hardcore. Hallo, ik zit hier met DJ Access. En ja, jullie hebben hem net zien draaien op het feest in Kikvorst in Altforst. Hoe kom je bij je aan die naam gekomen? Woordenboek. Oh yeah. Woordenboek. Dus je weet het, DJ's hebben ook een woordenboek. Nou is Martijn, en een brein, oh. Nou is Martijn verantwoordelijk voor het samenstellen van de Thunderdome CD's. Wat zou je als advies geven voor beginnende producenten om op jouw CD te komen? Ja, gewoon
Beestachtige nummers maken. Beestachtige nummers, ja. En wat vind jij bepaalde ingrediënten voor een beestachtig nummer? Dat de hele zaal uit zijn dak gaat. Nou, kort maar krachtig. Wanneer is je eerste grote feest waar je draait? Ik draai zaterdag op een klein feestje in Haarlemmerstraat, Catacombe van de kerk. Oeh, ben jij zo'n kerkganger? Zeker wel. Vooral op zondagochtend, ja. En het eerste grote feest? Oh, slime dood. Oké dan. Wat mij opvalt aan jouw draaistijl is dat jij eigenlijk niet zo heel erg luguber hard draait. Heb je daar eigenlijk een beetje een reden voor? Ja, er is zeker wel een reden voor, ja. Oké dan. Als je op 190 begint en je gaat door tot 210, dan draai je binnen nood aan mijn dansvloer leeg. Of iedereen die staat een beetje naar je te kijken van, het zal wel. Als je zo'n beetje rond 150, 160 begint, dan ben je gewoon lekker doorbeuken en blijf ze lekker springen. En op 165 springen we net zo makkelijk. Oké, heb jij ook nog plannen voor de toekomst uiteraard? Ja, trekjes produceren. Oké dan, en dan hebben we nu een primeurtje voor jou, want DJ Access gaat binnenkort met El Droxos de studio in om een bagger vet trekje te bouwen, niet dan? Wel dan. Oké dan. Je stelt de Thunderdome CD samen. Sinds wanneer ben je er eigenlijk een beetje mee begonnen? Ik doe Thunderdome met Dennis Doeland samen. Weirdo voor de insiders. Rectificatie, weirdo voor de insiders. Maar je stelt ook nog meer CD's samen. Wat voor CD's zijn dat? Earthquake, Hellsound, Shrapes Paradise. Ik begeleid mix CD's. Noem maar op. Hoe vond je het in Altforst, in de Kickforst? Ja, mega gezellig, echt. Ja, dat vond ik ook. Het was misschien niet zo'n groot tentje, maar het was proppie vol. En het was rijden gezellig. Ik heb geen knokpartijtjes gezien. Iedereen gewoon lekker een vette smile op zijn smoel en gewoon lekker gaan. Ja. Inderdaad. Dat is voor een DJ ook het leukste eigenlijk om te draaien, niet dan? Ja, toch? Oké dan. En ik ben zo gelukkig geweest om DJ Access een awardje in zijn snuffer te douwen. En waar had je die voor gewonnen? Ik had hem gewonnen samen met Dennis, dus voor Thunderdome CD's, beste CD van 1996. Oké dan. Nou, dus in 96 was Thunderdome de CD met de vreedste, heftigste, harde, mega uitje, dakkie deutjes. Heb ik tot slot nog even een vraagje. Ik heb het al meerdere aan meerdere DJ's gevraagd. Wat vind jij nou van het Amsterdam-Rotterdam gezeik? Ja, ik wou dat niet helemaal. Laat maar zitten gewoon. Okay. The real hardcore. Oh yeah. DJ Noise around the wheels of steel with DJ Access. No more happy hardcore. Here it comes. Speed it up. Speed it up. Clap your hands. Speed it up. Clap your hands. Speed it up. Clap your hands. Speed it up, clap your hands, 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 yeah, 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 yeah! Oh yeah! Kijk, ik ben Patrick Reuvers uit Kerkdriel. Ja, hoe moet je dat zeggen? Gewoon helemaal niks.
Ja, bij Peter aankomen beneden Leeuwen en Sexy's MC vind ik MC... Drox. Drox. Ja, ik weet wat ik moet zeggen, joh. Hij heeft verlopen dus, nou. Ja, ik weet... Alleen wiel hardcore, man. Oké. Okay. En mijn tofste DJ is... Ja, weet ik niet wie mijn tofste DJ is. Ik heb geen tofste DJ. Ik weet het echt niet, sorry. Drox in the house. Drox in the house. Drox in the house. Drox in the motherfucking house. Amsterdam, ik weet allebei niet waar dat ligt, of dat er bestaat. Hupert, daar heb je Dimitri, is één vraag. Hey Dimitri. Jo? Ik heb een hoekenhoofdplaatje, hè man. Je vindt hem vast goed en je wil hem vast remixen. Dan moet je eens even luisteren, Dimitri. Alles naar de klote! Welkom bij Hakken vanavond. Ik ben terechtgekomen in Arnhem in de Luxor. Jullie hebben hier ooit al eens een keer eerder beelden van gezien en ik weet gewoon, het is hier te gek. Ik heb meteen de sfeer hier geproefd en het was gewoon... Wat heb ik vanavond allemaal voor jullie? Ik heb DJ Weirdo. Hij doet voor ons een DJ-setje en daarna gaan we hem natuurlijk interviewen. En wat wij ook gaan doen is, we gaan even onze oude favoriete gabbekruk tevoorschijn halen en daar kunnen jullie weer kwijt wat jullie willen. Dus, be there! Here we go! Come on!
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Put your hands in the air! Clap those hands! Ik zit hier met de enige echte DJ Weirdo en het is tijd voor een Weirdo Adventure. Maar dan op tv, part 1. Weirdo, hoe gaat ie? Ja goed, ik wil even zeggen, wist je dat ik me niet geschoren had ofzo vandaag met dat ding? Want het is, lijkt een beetje op cliché voor jou, geloof ik. Hè? Lijkt het op, hè? Hey, wat de show vanavond, man. Ja, lekker, hè? Ging je toppie, leuk publiek, te gek, man. Wauw, zus, echt wel. Deze is de gekste gewoon van de hele scene. Dit is de gekste. Moet jullie niet geloven, hoor. Moet jullie geloven. Heb ik jullie alles verteld van Weirdo's Mixfiles? Komt nog, andere keer, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Hoe ben je begonnen? Hoe ben ik begonnen? Ja, ergens, je weet toch, ik kom eigenlijk helemaal niet van deze planeet. Ik ben geboren ergens 1862 voor Christus, ja, op Neptunus. En ja, zo is het leven gestart. Overgevlogen naar Venus, doorgevlogen met een privéjet naar de aarde.